Natuurlijk mogen wij ook wat zeggen, want je weet natuurlijk, het succes is mooi, maar de basis is natuurlijk bij ons gelegd. Precies. Dat weet je wel zeker. En alles is te danken eigenlijk aan die ene persoon, maar jij weet ook wie dat is. Dat is natuurlijk jouw geweldige vrouw, Marlies. Die hebben we ook heel veel respect voor. Maar super jammer dat je wat anders gaat doen, maar heel begrijpelijk. En bedankt voor alles. Ja. René, snot voor de ogen, dat zullen we nooit vergeten. En spierpijn, dat weet ik ook niet voor meer. De ogen open. Heel veel succes. Hartstikke bedankt en succes. Groetjes. Doei. Groetjes. Doei. Doei. Hey René, ook ik wil natuurlijk even zeggen hoe ontzettend knap ik het van je vind wat je in de afgelopen jaren hebt neergezet bij Dalfsen. Al die jaren was jij de stabiele factor achter de club. Met veel passie en hard werken heb je ervoor gezorgd dat Dalfsen nu gezien wordt als een topclub. Een topclub waar spelers uit heel Nederland graag voor komen spelen. Zoals ik, als Volendamse, ben er juist terechtgekomen en ik moet zeggen dat ik een super fijn jaar heb gehad. Ik vond het super om met je samen te werken, vooral omdat het bij jou draait om professionaliteit. Ook hebben we daar wel eens om gelachen, omdat je er ook wel van in de stress kon raken. Bijvoorbeeld als de bus niet op tijd kwam, of als iemand in het verkeerde shirt trainde. Dan moesten we snel uit de hal zijn, want René kwam. Maar ja, dat zijn mooie dingen. Ik ben blij dat wij nog samen blijven werken. En ik hoop dat je nog veel voor het handbal in Nederland gaat betekenen. Doei doei! Hey Klo. Het einde is gekomen voor je en ik vind dat ik ook verplicht ben om een paar leuke herinneringen op te halen voor wat wij samen meegemaakt hebben. Als eerste de mooiste is natuurlijk het landskampioenschap die we redelijk snel gehaald hebben. Maar wat zeker niet vergeten mag worden is het eerste Europese avontuur in Písek. Onder andere de vlag die jij weg hebt laten halen door Adrie. En wat mij eigenlijk nog een beetje dwars zit is de wedstrijd die ik verplicht moest verliezen omdat de kosten anders te hoog werden voor de vereniging. Maar ja, ik ben de broertje niet. Ik werk mee. En aangezien jij de manager was, financieel was het verstandiger om de laatste wedstrijd te verliezen daar. Dus dat hebben we gedaan met heel veel tegenzin. Nou ja, aangezien je nieuwe uitdagingen aangaat en stopt met het hele handbal gebeuren bij Dallassen, ik denk het niet, dan heb ik wel een nieuwe hobby voor jou. Dus als ik moet helpen, dit is het. Hallo René. Na zoveel jaren en zoveel tijd in Cercodac Dalfsen gestopt te hebben, heb je nu het besluit genomen om te gaan stoppen. Tijd voor andere dingen. Ik heb 4 jaar lang met je mogen samenwerken en daar ben ik ontzettend dankbaar voor. Jij bent zeker al die tijd de stille kracht achter Dalfsen geweest en alles was altijd top geregeld. Dus René, bedankt! Lieve René, een afscheid van jou in stijl, daar hoort natuurlijk ook een filmpje van mij bij. Wat ik eigenlijk wil zeggen over jou, René, is je hebt een ongelofelijke drive. En wat Dalfsen heeft bereikt en waar het nu staat, is toch zeker 90% jouw aandeel. Ik vind het ontzettend knap dat je dat deed. We hebben niet heel lang samen gespeeld, want ik denk ik moet weg, want je bent zo fanatiek aan het trainen. Ik was al wat ouder en ik denk, ja, dat red ik niet meer. En ik had natuurlijk de derde gekregen, dus het was klaar. We hebben maar een paar keer samen mogen spelen. Ik gun je het allerbeste. Ik denk dat Dalfsen jou enorm gaat missen. Hele dikke kus voor mij. Heel veel succes. En ja, ik kan zeggen, je kunt het en je hebt de drive. Maar daar hoeft niemand meer jou te vertellen. Dat weet je zelf wel. Dikke kus. René. Op speciaal verzoek van de meiden. Aan mij ook de eer om tegen jou iets te zeggen over jouw naderende afscheid. Nu ongeveer 4 jaar geleden ontving ik van jou een telefoontje wat mijn leven in ieder geval veranderd heeft. Want in die 4 jaar tijd ben ik eerst taxichauffeur geworden. Daarnaast financier van een topsporter. En toen er nog tijd overbleef bestuurslid van wat toen nog jouw clubje was. Bedankt daarvoor. Ook namens mijn vrouw. Die het huwelijk door een heel andere bril is gaan zien, ook dankzij jou. Dus dat is hartstikke mooi. Maar nu even serieus. We hebben heel veel samengewerkt in de afgelopen 4 jaar dat ik erbij geweest ben. Dat was met pieken en dalen, zeg ik heel eerlijk. Maar dat hoort erbij. Het was ontzettend mooi om met jouw enthousiasme en jouw bekijstering zoiets moois mee te maken. Het wordt nu tijd voor jou om andere dingen te gaan doen.
Dat is jammer voor Dalfsen, maar misschien voor jou ook wel goed om eens wat anders te gaan doen. Ik wens je daar heel veel succes bij. En ik weet zeker dat... we kunnen jou toch niet wegslaan uit de trefkoelen. Dus we zien elkaar gewoon ook volgend seizoen nog. En drink je er nog een. Bedankt René. René, na vele jaren van volle inzet ga jij helaas stoppen bij Dalfsen. Wat zullen ze je daar missen? Want wat jij daar hebt neergezet is ongelooflijk. Ik ben je ook ontzettend dankbaar voor de kansen die ik heb gekregen bij Dalfsen. En ik wens je heel veel succes met alles wat verder op je pad komt. Gelukkig spreken we elkaar nog regelmatig. Doeg! Neetje, topper! Jij gaat stoppen en je hebt heel veel gedaan voor mij in mijn carrière, voor de club Dalfsen. Je hebt veel betekend voor het handbal in Nederland en daar wil ik je nog heel erg voor bedanken. En ik wens je heel, heel, heel veel succes met de verdere dingen die je gaat doen. Hoi René, ik weet nog dat ik als jong meisje bij Dalfsen kwam en dat een van de redenen daarvoor was dat ik een aantal gesprekken met jou heb gevoerd. Ik denk dat dat een hele belangrijke stap en beslissing is geweest in mijn handbalcarrière. Dus ik wil je ontzettend bedanken voor de mooie jaren bij Dalfsen, maar ook voor alles wat je voor de club hebt betekend. Ik weet dat iedereen altijd bij jou terecht kan en dat je een echte clubman bent. Ontzettend veel succes bij alles wat je nu nog verder gaat doen en we zullen elkaar zeker nog zien. Doei! René, vanuit deze plek, van jouw huis, het tweede huis, wil ik je bedanken voor al die mooie jaren die je hebt gedaan. In deze verschrikkelijke mooie ambiance zeggen wij bedankt voor al die jaren dat je hebt gewerkt. Voor de cirkelzak. Top. Alle toppen die je hebt gehoord. Hartstikke mooi. En trots op je. Veel succes in je verdere loopbaan. René, er is me gevraagd of ik wat voor je wil inspreken. Schijnbaar denk ik dat we vrienden zijn of zoiets. Ik weet het niet. Maar ik wil je hartelijk bedanken voor sowieso dat mooie jaar wat we samen hebben mogen meemaken. Voor mij werd al snel duidelijk dat je een belangrijk pion bent bij het gebeuren rondom Dalfsen handbal. En dat is ook gebleken de afgelopen jaren. Alleen maar chapeau, petje af. Ik wens je heel veel succes in je verdere carrière. Echt iets voor jou. De speelsters begeleiden, waar je eigenlijk altijd al klaar voor stond. En daarin wens ik je nogmaals heel veel succes. En we zien elkaar snel, vriend. Ja, René, de enige master keeper, dat ben jij. Daarom kwam ik ook naar Dalfsen, want die keepertraining van jou, toen zag ik er altijd zo uit. Je matte me helemaal af en ja, dat vond ik lekker. Ik wil jou bedanken voor alle tijden die je met mij hebt beleefd. En ik vind dat je een prachtig bolwerk van Dalfsen hebt gemaakt. En hoop op een kampioenschap, ook dit jaar. Yay! Hey René, we willen je heel erg bedanken voor wat je de afgelopen jaren voor ons hebt betekend. We weten zeker dat je bij Dalfsen heel erg gemist gaat worden. Want wat je daar de afgelopen jaren hebt bereikt en hebt neergezet, kunnen wij alleen maar heel veel respect voor hebben. Maar gelukkig hoef je ons nog niet te missen, want we gaan je de komende tijd nog heel vaak zien. En we hopen dat je in de toekomst veel mooie clubs voor ons gaat regelen. En we willen natuurlijk heel erg veel succes wensen met alles wat jij nog gaat doen. Tjusjus! Hey René. Jongen, dan ga je weg bij Dalfsen. Ja, jammer. Ik heb heel leuk met je samengewerkt, al was het een heel kort jaartje. Ik was ook heel erg verrast toen ik opeens weer in het doel mocht staan. En dat je me ook nog vroeg om het handbal weer op te pakken een jaartje later. Maar ik ben toch wel heel blij dat ik het niet heb gedaan. Dus, een beetje te druk met een gezin en een werk. Maar ik heb je mogen ervaren als een hele fijne man. Leuke manager, zeer betrokken. En je hebt veel gedaan voor Dalfsen. Ik denk dat je Dalfsen echt wel naar de top hebt gebracht met alles wat je hebt gedaan. Ik wil je er ontzettend voor bedanken. En ik hoop van harte dat je niet helemaal stopt met handbalzaken. Blijf alsjeblieft iets doen, want je bent te waardevol om helemaal te stoppen. Dus wie weet tot ziens. En wie weet zie ik je nog een keer op televisie of bij de handbal. En ik hoop nog wel een keer... Hoi René. Hier een woordje van een echte handballiefhebber. Om het niveau van Dalfsen te tillen naar waar het nu is, is achter de scherm ook vreselijk veel voor nodig. Ik geloof dat het bij jou al die jaren in zeer goede handen is geweest. Door dat niveau heeft het zeer veel leuke avonden opgeleverd en ook heel, heel veel mooie feestjes. Ik wil je daarvoor hartelijk bedanken en succes wensen met alles wat je gaat doen. Hoi hoi! Hey René, helaas ga je stoppen bij Dalfsen. Ik heb ontzettend veel respect voor wat je allemaal hebt bereikt bij deze club. Deze mooie, fantastische club waar ik ook een tijdje deel van uit heb mogen maken. Na een oefenwedstrijdje tegen Olympia kreeg ik van jou de vraag: zou jij misschien Eredivisie willen handballen? En daar heb ik toen niet lang over nagedacht en ben erin gestapt. Dus ik wil je bij deze nog bedanken voor die kans. Verder wens ik je het allerbeste en heel veel succes met wat je gaat doen in de toekomst. Want je gaat vast niet stilzitten.
En nou ja, wellicht zien we elkaar in Handballand nog een keer. René, afscheid nemen en filmpjes. En daar ben je alvast hartstikke gek op. Dus bij deze doen we ook een kleine bijdrage. Ja, het is niet je sterkste eigenschap, maar je mag echt trots zijn op wat er de laatste 10 jaar in Dalfsen is neergezet. Waar je een hele bepalende rol hebt gespeeld als godvader. Ik heb enorm genoten van, daarvan als liefhebber en als, vanwege als journalist. De dingen die me vooral bijstaan is de eerste Europese reis naar Písek met bijna 80 man. Was een geweldig feest. Trontje me uit was ook geweldig. En ik ben ervan overtuigd dat het ook met René Klo op een, in een kleinere rol nog wel even zo doorgaat. En het gaat je goed. René, bedankt. Hey René, hier een berichtje uit Broekland. Ik hoorde dat je gaat stoppen bij Dalfsen. Ik wil je bedanken voor de leuke tijd die ik er heb gehad. Ik heb veel van je geleerd. Ik ben altijd met heel veel plezier naar de trefkoelen gegaan. Ik zou zeggen, geniet van je vrije tijd. En doeg! Klootje, ook mij is gevraagd om een woordje tot jou te richten. In verband met jouw afscheid als tactisch manager bij Dalfsen. Ik denk dat we elkaar al zo'n 25 jaar kennen. We hebben samengespeeld bij SK en Arnhem een aantal jaren. En in 2010 hield je mij aan in Almere bij de bekerfinale of ik interesse had om teammanager te worden bij Dalfsen. Jullie waren bezig om Peter aan te trekken als trainer. Teammanager in Dalfsen, dat leek me wel wat. Maar om nou samen te werken met Peter, daar heb ik nog wel eventjes een paar dagen over moeten slapen. Ik ben er wel in gesprongen. En ik heb er tot op de dag van vandaag nog geen spijt van. Ik heb ontzettend leuke herinneringen aan die 5 jaar met jou gehad. Mooie tripjes gemaakt. Wat me altijd is bijgebleven is de tewaterlating van de walrus in Patras. Dat zal ik nooit vergeten. Jouw passie, jouw drive, jouw inzetcapaciteiten, wat jij hebt gedaan in Dalfsen, dat is met geen pen te beschrijven. Ik heb ook ontzettend veel van je geleerd. En wij in Dalfsen zullen jou zeker gaan missen. Maar ik neem aan dat je nog wel eens een keertje komt kijken in de trefkoelen als de meiden een wedstrijdje moeten spelen. Dus we gaan je niet uit het oog verliezen. Ik wil je bij deze ontzettend bedanken voor deze 5 mooie jaren die ik bij jou heb mogen samenwerken. Dankjewel, Maaike. Ik wil je bedanken voor de mooie handbaljaren die we samen hebben gehad. Je hebt het stokje toen overgenomen van Piet. En met enorm veel passie en gedrevenheid en het zelfvertrouwen wat je ons gaf als team, zijn we een heel eind gekomen. En wat mij betreft was de bekroning Tsjechië dat we Europees handbal gingen spelen. Ik heb hele mooie ervaringen beleefd samen met jou en daar wil ik je voor bedanken. Succes met wat je verder gaat doen. De dames van Cirkodak Dalfsen hebben mij gevraagd om voor de camera het woord te richten tot René Klo. Althans, iets te vertellen over René Klo. Nou, de realiteit is dat ik eigenlijk best heel veel te vertellen heb over René Klo, over de afgelopen 10 jaar, waarin we toch ook de nodige momenten samen hebben beleefd in de weg die hij Dalfsen heeft, waarin hij Dalfsen heeft begeleid vanuit een situatie waarbij ze een aantal seizoenen achter elkaar gedegradeerd waren. En dan de weg terug, een ambitieus plan van een man met een heel groot handbalhart. Zoals ik al zei, ik kan er heel veel dingen over zeggen. Dat ga ik niet doen. Althans, ik ga er wel een aantal dingen over zeggen. Maar niet de dingen die niet voor camera kunnen. Dat vertel ik René later nog wel een keer onder 4 ogen. Maar René, je bent in mijn beleving ben jij de architect van wat er nu staat in Dalfsen. Je bent op een moment ingestapt dat het niet al te rooskleurig ging met de club. Je hebt met ziel en zaligheid en met een enorme visie en gedrevenheid heb jij je tanden gezet in dit verhaal. En je hebt er een mooi verhaal van gemaakt. Je bent zeer succesvol geweest als trainer. En in een later stadium ook als manager. Een man die zo gepassioneerd is over de handbalsport. Die met zoveel passie en toewijding de ambitieuze speelsters die talentvol waren en ambities hadden om naar het buitenland te gaan. Een plek te geven. Een tehuis te geven waarin ze hun tophandbalcarrière konden gaan verwezenlijken. Ik heb er een aantal jaren heb ik daar deel van mogen uitmaken
En uiteraard, er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. En René heeft besloten dat hij eind van dit seizoen bestuurlijk zijn functie neer gaat leggen. Daar zal Dalfsen absoluut nog met heel veel positieve gedachten aan terugdenken. En vanaf mijn plek kan ik eigenlijk alleen maar zeggen, René, bedankt voor alles wat je voor Dalfsen en de handbalsport in het algemeen hebt betekend. Ik denk dat ik ook namens al die speelsters spreek die bij Dalfsen gespeeld hebben in het verleden. En de speelsters die nu bij Dalfsen spelen. Je hebt een fantastische klus geklaard. Het ging niet altijd over rozen. Maar afgelopen week zei een wijs man tegen mij, zonder wrijving geen glans. Jij hebt glans gecreëerd in Dalfsen. En je hebt een fantastisch handbalimperium neergezet. We wensen je voor de toekomst al het goede. En we wensen je heel veel plezier met de dingen die je in de toekomst gaat ondernemen. Het gaat je goed. Ja, banaan, wij hebben ons best gedaan. Anne, wij hebben gewonnen!